Hier is Ami. Dat is een aardige paas. De goed bewegende Soltani die vorige week in Alkmaar ook aardig voetballen. Immers, dat is wat enthousiast. Krijgt wel applaus. Ja, je kunt er ook iets mee losmaken natuurlijk. Ami. Ami, geen last meer van John. En een mooi voorzet en een prachtgoal van Knopper. En de ploeg die er aanspraak op maakt, scoort ook. Zijn achtste van het seizoen. Half-half verdedigd door John, die zich hier toch makkelijk laat uitkappen. Dan ook niet echt lastig meer is voor Ami. En Knopper kruipt heel makkelijk voor bij Promes. Kijk eens hoeveel meters voorsprong die heeft. Knopper die veel beweegt, steeds aanspeelbaar is Powell. En Buis goed gedaan, snel gedaan. Nu het vervolg nog. Buis wacht. Doorbewegen van Soltani. De Promes is helemaal meegekomen en die heeft al geel. Ja, dit is geen handige manoeuvre van Promes. Die kan dus weg. Twee keer geel, ja, hoe kun je zo dom zijn? De eerste kwartier was hij tamelijk coulant, Blom. Maar hier is geen andere weg mogelijk dan een tweede geel. Ja, het had ook meteen rood kunnen zijn hoor. Dit was de eerste kaart, die was ook al terechtgegeven. En als je dat dan toch weet als speler, dat je die kaart al op zak hebt, dan heb je er geen zin meer in ofzo. En dus is hier wat meer ruimte natuurlijk. Soltani recht op Casio Ramos. Zijn directe tegenstander is Douche. De trieste aftocht van een speler die hier pas zich realiseert dat je meer kapot maakt dan je lief is. Rankovic. En de ruimte voor meer, maar ja. Zoveel tijd had hij nou ook weer niet, Paul. Atje, natuurlijk, bij zijn club. Goed knoei. Immers profiteert naar het goede stoorwerk van Buis, die daar ook kan afmaken. Ah, daar komt hij niet naartoe. Haalt de bal eigenlijk voor de voet van Paul weg. Soltani. Powell moet worden aangespeeld. Soltani kan dan door. En dit vindt Blom niks. Te gretig het been gezocht in de ogen van de scheidsrechter. Nou ja, knol is te laat. Blom is langmoedig. De overtreding is van Buis. Die dan enorm tekeer gaat tegen Knol. En die pikt dat niet. Die kan dat net zo goed. Buis stapt op de voet bij Knol en gaat dan net doen alsof er niks aan de hand is. En Knol die accepteert het niet. Daar is toch de eerste keer echt serieus sprake van een mogelijkheid voor Sparta. Met Poupon die niet aan afmaken toekwam. Dan is er hier veel tijd voor Verhoek. Maar die geeft de bal niet op tijd en dus is dat keurig verdedigd door Rutjes lijkt mij. En bij Sparta is iedereen en alles boos. Vooral op Rutjes. Of op Blom natuurlijk. Rutjes speelt de bal. En dus zit Blom ernaast. En is de woede bij Sparta wel te begrijpen. Nu moet Grim het veld verlaten. Valkenburg. Aardige voorzet. En daar is de gelijkmaker. Jawel, daar is hij dan toch. En John is de man van de heldendaad. Hoe is het toch mogelijk? En via gelukje ook nog. Ja, die was naastgegaan. Het is zijn eigen doelpunt van de Rijk. Maar John staat met het hoofd aan de basis van die onverwachte meevallen. Hier is John, de man van de gelijkmaker, min of meer. En nu gestuit door Kaya, die ook nog een kaart krijgt van Blom. Knol kan wel wat met het hoofd. Roos ook. Adelaai is daar ook. Het is toch al gek genoeg. Hoe gek wordt het nog? Nou, nog gekker. Sparta neemt de leiding. Ja, ja.
Het wordt dus nog gekker. Dan is het Adelaide die hem maakt. Die van Sparta die weet van gekkigheid niet hoe ze moeten juichen. Weer John aan de basis. En is het Adelaide? Het is Adelaide, maar weer denk ik via nu het hoofd van Koen. Is er dus weer een ADO-speler die er als laatste aan zit. Adelaide en dan nog Koen. En dan kan Waterman daar niks meer aan doen. Er staat Sparta met 2-1 voor. En ADO blijft op 27 staan en zitten met een enorme kater in een volgepakt huis.